Staan geparkeerd dus op rij. Ah, luidspeakers, schat. Luidspeakers. Luidspeakers. Ja, ik zie hem al. Ah. Goedemiddag allemaal, welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karen en Roderick. Roderick en Karen, ja dat zijn wij. Het is vandaag zondag 19 februari 2023 en het is nou 3:10. Yep. En Ro is met de twee zusjes aan het lopen. Met wie ben ik zo ook aan het lopen zijn? Ja! Yeah. Met mijn grote vriendin, yep. Dus ja, daar ben ik dus nu even mee aan het lopen. En dan, ik weet niet waar Ro nog naartoe wil, of naar de Mall of naar Rotterdam. Gaan we even bekijken. Want morgen heb ik een operatie aan mijn gebit. Ja, want mijn gebit ziet er echt niet uit. Kijk hier. Juist, precies dat. Dus, ach ja. Maar daar straks wat meer over, dat ik het jullie even wat meer ga uitleggen. Hoe en wat en hoe dat zover heeft kunnen gebeuren. Dus, maar... Ik ga nog even lekker lopen met mijn grote vriendin. En ik zou zeggen, geniet lekker van deze dag. Het is een beetje koud, grauw, maar dat maakt niet uit. Heel veel kijkplezier op deze gloednieuwe vlog. We staan geparkeerd dus op rij C, niveau 2. Ja, rij C, niveau 2. Ja, helemaal geuit. En Ro die is nu bij de AC Tion. Dus daar ga ik ook maar naartoe. Ja, gezellig, gezwellig. Echt hoop. Hoop ik. Maar ik denk het wel. Ah, luidspeakers, schat. Luidspeakers. Luidspeakers. Ja, ik zie hem al. Ha. Ik zie hem al, schat. Ik zie hem al. Ik zie hem al. Ik zie hem al. Hartstikke mooi. Volgens mij wel. Tot deze, denk ik. Sony, toch? Nee. Oh, Philips. Sony, 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 Sony. Nee. Philips, Philips. Nee, 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 is daar niet. Wat? Ja, maar de koekoek jij. Echt niet? Jij zoekt wat, dus ik ga ook even voor je zoeken, schat. Ja. LG, lekker goedkoop, toch? HP, hoge prijs. Ja. Niet meer, ik betaal meer. Maar hij lijkt er wel op. Nee, hij lijkt niet. Ik ga niet willen kijken, zeg maar. Ik zou gewoon op dit ding. Nee. Er zijn portable speakers volgens mij allemaal. Nou ja, je kan even iemand zoeken en dan vragen. Bijvoorbeeld. Overigens, je weet het al nooit hier. Ik ga dit er toch niet voor even betalen, dit, voor dit. Echt niet. Het is allemaal zo niet. Ja. Nee, ga ik er niet voor betalen, ik er niet. Nee. Beneden laten doen, nog vele malen en goedkoper. Huh. Hi. Ik kijk wat erin zit, ja. Dat is heel gaaf. Dat is ook heel mooi, maar dit is met allemaal weer met glas. Zonde. Ja, nou, vooral even achterna aan het lopen is ook leuk. Nou, dat is zink. Hè? Nou, dat is zink. Ja, dat is mooi. Is het handig? Volgens mij wel, maar dat weet ik niet. Maar ja, wat we hier eigenlijk doen, ja, dat is ons, die, en die speakers zoeken die Roos wel graag wil.
nou ja, niet wil, maar wil, ja, kijken, vast wil houden. Dat is wat Ro wil, maar wat? Wat nou weer? Wifi speakers, ja. Ja, nou ja, dan gaan we daar even kijken. Er wordt weer van die leuke reclames gemaakt, of je dus de mensen wil helpen in oorloggebieden. Zoals deze, nou. Het is heel lullig, maar ik help niemand. Nee, want ook wij hebben het zo slecht, maar iedereen die kan het betalen. En iedereen die kan hulp geven. Wil jij een karretje of niet? Wil je een karretje? Oké. Dus, nee, maar dan zeg ik, ik help, ik steun, want dat gaat niemand, want ik steun mezelf wel. Ja. Even wachten, bro. Precies niet. Nou. Wie gaat weer wat zeggen? Helemaal niemand. Niks. Nog een Ariento. Nee, niet. Oké. Lekker rustig. Ah, onze kleine vriend is er ook weer. Die kleine. Hè? Huh? Nee, de kleine. Die is net al klein. Ja, en die kale. Oh, ja, die en die kleine kale, ja. Die hele kleine kale. Ja. Nee. Ja. Joh. Gillen is leuk. En vooral als je klein bent. Het is altijd leuk. Nou. Is even loeren. Even loeren. Koekeloeren. Oh, eens even kijken. Nou, zoveel. Nee. Zit voor mij er niks in hoor. Echt niet. Nee. Moet je nou aan het zal? Nee, ja. En het was waarschijnlijk 2,50. 2,50, dat zeg ik. Nee. Nee. Hè? Alles goede hadden. Ja, goed hè? Ja. Heel erg jammer. Maakt helemaal niet uit. Nee. Dus. Pietje is geen bus. Hè, wat zei je? Een pietje is geen bus. Nee, precies dat. Inderdaad. Correcte mundo. Maar wat jij zei, moeten we inderdaad even doen. Via de app gisteren. Ja, koeling. Voor mij, vanmorgen. Oeh, ja. Weet je het echt niet meer? Vla of zo, hè? Ik weet niks meer. Ja, en door. Want iedere keer blijven wachten, dat schiet niet op. Zo. Ik ga wel even deze kant op. Makkelijker. Ik ga niet de hele tijd daar in een dingetje gaan wachten op iedereen. Geen zin in. Dus even kijken. Ik moet wat vanmorgen hebben. Ja. Dus even kijken. Want dat zei Ro al. Maar nu weet Ro het in één keer niet meer. Dat is Ro. Wat is dat? Even kijken. Oeh, stracciatella. Dat is lekker. Excusez-moi. Ah, dit is stracciatella. Is een keer weer wat anders. Ja. Oké. Schat, kun je even deze kant even opkomen alsjeblieft? Kan ik even er even in doen. Helemaal goud. Ik neem er wel even twee van mee. En ik wil even kijken. Vanillevla. Die daar staat. Juist. Ja. Ja, deze. Kijk. Dat is één. Wat? Waar kijk je naar? Het is allemaal 23-2. Helemaal op het eind. Nou, denk ik niet. Nee, dat is het nog niet. Zo. Top. Check. Wat heb ik binnen? Ja, dat heb ik dus binnen. Helemaal goed. Waar ga jij nu naartoe? Wat ga jij halen? Kopen? Geen idee. Kan je naar Eindhoven? Nee. Is goed. Is prima. Wat ga ik vanavond eten? Geen idee. Nou. Ik heb nog pas. Nee, dat maakt niet uit. Het kan gebeuren. Ga je gang, meis. Nee, jammer. Of, oh, jij hebt mee. Ja, dat kan ook. Ja, dat kan ook. Hij heeft weer lege flesjes. Oeh, spannend. Spannend. Barkool. Geen barcode. Echt, hè? Ik heb aangewezen. Ja. Nou ja, we gaan eens even kijken wat we nog kunnen halen. Zo, daar was ik weer even.
Ik heb even achterover aangereden richting zijn werk. Ik ben nou net thuis weer. En ja, ik zou nog eigenlijk ergens op terugkomen waarom mijn gebit naar de malle griezen is. Ik ben dus vroeger uit huis gehaald. Voor de mensen die het niet weten, komt nog even de i. Dat ik dus een interview heb gehad met Jamie Blom. Ja, dan kun je daar weer terugzien hoe en wat. Dus hij is heftig, dus hou daar even rekening mee. Maar ik heb eigenlijk nooit vroeger geleerd hoe ik moet tanden poetsen. Dat is er één. Ik heb het heel vaak aangegeven. Joh, hey, luister, leer mij het wat te doen. Is mij nooit geleerd, want daar was geen tijd voor. Ze hadden andere prio's. Nou. Ik heb heel veel verschillende tandartsen gehad, ook hier in mijn buurt. Mijn ene laatste hier, een paar straten verderop, die heeft hier dus toen een kiest eruit gehaald of zo, of een verstandskiest, ergens in die buurt. Een kiest, ja. En doordat hij die kiest eruit heeft gehaald, is daar dus weer een gat ontstaan door zijn toedoen. Ik ga geen namen noemen, doe ik niet. Wil je dat weten, kan je het mij altijd even privé vragen. Maar, mijn gebit is gewoon ook zodanig achteruit gegaan door de narcoses. En doordat ik dingen niet zelf meer opneem, zeg maar. Qua vitamines, et cetera, et cetera. En ook de narcoses, wat ik al zei. De medicijnen. Ja, en daar gaat ook je gebit naar de kloten. Nou, en deze tand is er gewoon ook al uit te kijken. Dus ja, ik voel me daar niet zo echt helemaal lekker vrouwelijk meer bij. Nee, gewoon niet. Maar ja, morgen krijg ik dus een algehele narcose weer. Bij een nieuwe tandarts van de instelling Scherelo, waar ik dus hulp van krijg. Dus dat staat dus op het programma morgenmiddag om 2:00. Dus ja, spannend. 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 Ja, dat is het dus. Het is gewoon spannend. Ik kan er niks aan doen. Ik kan er niks beters van maken dan dat. En ik ga gewoon zo meteen lekker naar mijn bed. Het is een korte vlog. Het is niet zo'n hele lange vlog. Ik weet het. Ik rij hier morgen nog zelf naartoe. Naar Scherelo. Daar gebeurt het om 2:00. En Ro is niet alleen. Ik heb wel aan Ro gevraagd. Van, joh, neem alsjeblieft de vlog over. Toen zei hij. Oh, paniek. Ik zei, waarom paniek? Ja, ik weet niet. Het is niet paniekerig. Maar Ro en Ro die vindt het dan weer paniekerig. Maar geeft niet. Maar ik hoop wel dat hij een beetje de vlog over kan nemen. En Debbie is bij hem. Dus hij is niet alleen. Misschien dat Debbie ook nog wat wil zeggen. Ik weet het niet. Of dat ze er wel of niet op wil. Misschien dat Ro nog naar huis gaat. Ik weet het ook niet. Ik hoop het niet. Ik hoop dat hij eigenlijk een beetje in de buurt blijft. Dus we zullen het zien morgen. Om 2:00 heb ik die afspraak. Dus we gaan het meemaken. En ik probeer jullie weer overal zo ver in mogelijk mee te nemen. Dus ja. Dus dat is ook weer de andere kant van ook een maagverkleining. Dus dat je gebit ook naar de malle griezen gaat. Ja. Maar dat geeft niet. Hè? Alles moet je ervoor over hebben. Ja, en bij mij werkt het gewoon allemaal niet mee. Nee, mijn hele lichaam die laat me gewoon in de steek. Want hè, de pijn die komt ook terug aan van mijn acne. Maar ja, ik ben nu even te beroerd om... Zo en zo niet letterlijk. Maar gewoon, ik heb nou niet echt heel veel zin om... Nu weer naar het ziekenhuis te gaan om iedere keer injecties. Ik kan het nou redelijk volhouden met mijn zalf. En met mijn verdovingszalf. Dus nou ja, zolang ik het daarmee red, ga ik het mee redden. Dus ja, dus dat. Ik ga nu lekker naar bed. Ik ga lekker even YouTube kijken, lekker op bed. En ik ga jullie gewoon bedanken dat jullie toch de moeite hebben genomen om even te kijken naar deze rare rol. Griezel. Nee hoor, grapje. Dus dank jullie wel voor het kijken. En ik zie jullie graag morgen. Dus jullie weten wat jullie moeten doen. Abonneren, belletje aan, duimpje omhoog en even reageren. En dan ga ik zeggen dank jullie wel voor het kijken. En graag tot morgen jongens bij een gloednieuwe vlog. Ciao.